Keukentjes met mama en papa bovenop. En ik zie zo 1, 2, 3, 4 kuikentjes. Wat geweldig. Nou, jullie zien het al wel waar ik zit. Bij de boommaar. Ja, ik moet even wachten. Ik sta netjes naar de bloemen toe. Komt verder niemand op. Want ik sta er straks tegenaan. Ja, bijna straks. En zoals jullie zien, we zijn weer buiten met de meisjes, ja. Maar wat ziet mijn oog? Kuikentjes met mama en papa bovenop. En ik zie zo 1, 2, 3, 4 kuikentjes. Wat geweldig. Ik vind het zo lief, zo teder. Oh, dan zou je ze zo graag willen pakken en knuffelen. Maar dat kan niet, nee. Van mijn papa. Oh, godje. Zo ontzettend lief. Echt waar. Maar ja, het is al reeds, weet ik veel hoe laat. We leven trouwens op maandag. Ik heb thuis nog niet gevlogd. Ik denk dat Wil al in mijn huis is. Dus ja, we moeten ook weer die kant op. Dus ik probeer nog even een shot ervan te schieten. Nee, er bovenop zit nog een kuikentje. Mama of papa komt naar beneden. En er zit nog een kleintje. En nog een grote. Dus, er zit nog een kuikentje. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5 kuikentjes. Oh, geweldig. Oh, geweldig. En die zag het ook. Kom eens even terug. Hé, ik heb het op met de kop. Zo. Ja, dus ik probeer er nog even een short van te maken. Kijk, hij komt naar beneden. Geweldig, toch? 1, 2, 3, 4, ja, 5. Nou, voordat ze allemaal het water in gaan, zullen we dat maar even doen. Ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer, hè. Ja, ik had al wel gezegd, het is maandag. Maar de hoeveelste, dat heb ik ook gezegd, geloof ik. Dat was 1 mei, maar ik kon de tijd niet vertellen, want dat, ja, dat moest ik weer moeilijk doen. En het is nou vele malen later, want ja, dat ik thuis kwam, stond er al een fiets en er was er al eentje binnen en dat was onze Wil. We hebben lekker even koffie gedaan en even zitten te leuten en te doen. En ze is nou weer net naar boven toe. En ja, het is inmiddels 13 uur 58, dus bijna 2 uur. Dus ja, dat dus. Dat, ja. En ik heb de short natuurlijk eventjes al klaargemaakt. En dat is hartstikke leuk natuurlijk, ja. Wat lief niet, die kuikentjes. Ja, ik vond het geweldig. Maar ja, wie ben ik, hè? En wat het weer gaat doen, ja, Joost mag het weten, maar... Het spreekt boekdelen. Laten we dat zeggen. Het is daar donkerder dan niet. Daar? Je zou haast denken, er komt een schip met zure appelen aan. Ja, maar oh, wat komt? Jongens, mag het weten. Ik kan ook overdrijven. Maar ik kan ook een beetje van. Je weet het niet. Het is wel voorspeld. Maar ja, we zullen het beleven. We zullen het zien. Ja, toch? Maar het komt allemaal tenslotte ook weer goed. Ja, we houden gewoon vol goede moed. Zo is dat. En ik zie, ja, ik zit eigenlijk te kijken naar mijn telefoon. Is het telefoon geweest? Want daar had ik nog niet op gelet. Maar ook is er geen telefoon geweest. Elmin was op de bank. Helemaal goed. Wat Rijke is, die legt weer zoals gewoonlijk op de speelgoedbak. En wat ik ga doen, dat is even een broodje eten.
want ik heb zin in wat. Mijn maagje die krammelt en ik moet even een pil innemen. Ja, want omdat ik steeds zo moe was, heb ik daar eventjes wat voor gehaald. En ik hoop dat dat gaat helpen. En ik ben al 4 jaar moe. En ik hoop dat dat wil helpen. Dat ik me daar beter voor ga voelen. Maar ik moet dan eigenlijk eerst eten. Ja, en ik ben niet zo'n... Nou ja, 's morgens eet ik sowieso nooit. Heb ik nog nooit gedaan. Ja, vroeg als kind zijnde. Maar dat ik volwassen werd, niet meer. Nee. Ja. Heb ik nooit geen behoefte aan gehad. Tussen de middag, als ik dan al wel bij tijd eruit ben, dan had ik wel. En dan s'avondje maar je dinner. Ja, je warme maaltijdje. Maar voor de rest, ja, 's morgens ben ik het niet gewend. Dus ja, dan wacht ik toch af totdat ik kan gaan eten tussen de middag. Maar ja, het is nou 2 uur, dus we gaan dat eventjes doen voordat het straks weer te laat wordt. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, Willy is alweer geruime tijd weg, oftewel Willy. Ik heb even het een en het ander gedaan, zoals een short gedeeld en een video gedeeld. Oh, dat is een heli. Ik heb daar op tafel een pakketje staan, die heb ik weer dichtgeplakt. Daar zat die nieuwe riem en die gordel voor mezelf in. Maar ik had die gordel helemaal op zijn grootst gemaakt en nog paste ik hem niet. Ze zijn denk ik maar voor hele slanke mensen gemaakt. Ja, voor die kleine, dunne, magere sprietjes die geen vel op de botten hebben. Ja, dat heb ik nog wel, gelukkig. Maar ik heb het ook koud, wat doe jij nou? Wat een ding is gek. Maar in ieder geval, ik heb wel vel op mijn botten en toch heb ik het nog koud. Laat staan, iemand die echt broodje mager is, die hebben het dan nog kouder. Maar hij gaat weer retour als zender en ik zal naar een nieuwe gaan zoeken. En dan gaan we dat bestellen, want dit is natuurlijk niks, waardeloos, ja. Ik moet beter materiaal hebben. Er zitten wel ook 2 honden aan. En ook die gordel, stug was die. En het lag ook al niet lekker in de hand. Dus ja, weg ermee. En ik paste hem dus niet. Nou ja, dan gaat dat weg. Punt. Terug. Achter de retour. Klaar ermee. Ook ga ik eventjes iets posten. Een verrassing voor Kokkie, de zoon van Cor. Ook natuurlijk voor Cor gelijk, maar het is hoofdzakelijk dit keer voor Kokkie, want die is er gek van. Dus ja, Kokkie die krijgt wat leuks. Ja, ik heb het wel op beide naam, maar in ieder geval is meer voor Kokkie dan wat anders. Het is een beetje nattig buiten. Ja, ik zie druppeltjes op mijn poort komen en daar ben ik minder blij mee. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Maar ik zie dat wel. Ja. Ik dat dus niet leuk vinden. Dat mag van mij wel wegblijven, zo gezegd. Ja. Ik had geen zin in regen. Nee. Maar ja, het was wel voorspeld. Maar... het zou meer die kant op gaan regenen. Meer in de kant van Groningen. We hadden wel bewolking, maar geen regen. Dus weg, gaan we naar Groningen. Ja. Maar oké, ik ga mijn vest aan doen, ik ga me klaarmaken. Mijn jas, mijn sjaal, want het is 13 graden, dat zie ik wel. Ja, ik mag niet meer vragen aan anderen, want dan gaan bij andere mensen die ook zo'n apparaat hebben, zo'n Google Hub geval, gaat ook reageren als die naar mijn vlog luisteren. Ja, dat is minder leuk. Ik weet dat er eentje naar mij kijkt. Ze wil niet op bezoek komen. Nee, wil ze niet. Maar ze weet waar ik woon. Ook dat weet ik.
Dat is mijn lieftallige dochter. Ja, die kijkt ook. Ja, het is een dochter die geen contact met mij wil. Want zij doet de schuldigende wijzingen naar mij toe. Maar ze moet ook eens een keer zelf in de spiegel kijken. Ja, lieve schat. Die kuil gaat voor een ander, valt er zelf in. Ja, en je ex-man, laat ik het zomaar even benoemen. Wat die mij heeft aangedaan. Ja, en wat die jou heeft aangedaan. Dat is geen, met geen pen te beschrijven. Maar wat die mij heeft aangedaan, dat weet jij niet. Maar ik weet het nog steeds, als de dag van gisteren. Ik hoor het nog steeds in mijn oren. Maar ja, kan jij er weer niks aan doen, want je was er niet bij. Nee, helaas. Want anders had je toch anders gedaan tegen je moeder. Ja, ook wil je geen mama zeggen, geen moeder, geen ma, niks. Nee, ik ben Corina. Nee, ik ben altijd je moeder. Maar ja, oké, lieve schat, kan jij allemaal niks aan doen? Nee, het komt allemaal door je ex. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik heb me erbij neergelegen. Ik heb je losgelaten. Het is jouw keuze, jouw leven. Jij doet wat jij wilt en wat je moet doen. Dus ja. Maar het is wel zo. Bij leven niet, bij de dood ook niet. Heem door. Maar ik blijf wel van je houden. Je zit nog altijd in mijn hart. Wat je mij ook hebt aangedaan. Dat is geen met geen pen te beschrijven. He? Je moeder overal de schuld van te geven. Ja. Eerst in de spiegel kijken. Bij jezelf beginnen. Nadenken. Terugdenken. Dat is wat ik je opdraag. Ja? Oké, meisje. Ik hoop dat je dit mag horen. Ik noem geen namen. Maar je weet donders goed dat het om jou gaat. Dus. Maar oké, ik heb het koud. Ik ga mijn vest aan doen, lieve vrienden. We gaan de stad in. En ja, naar de FOMA hoef ik niet. Ja, ik moet wel naar de FOMA. Maar nu nog niet, dat is pas na vijven. Maar ik moet wel voor vijven het pakketje weggebracht hebben. Want ik heb weer een tas te goed te koop. Jee! Ja, weer helemaal blij mee. Maar we hebben hem niet. We moeten hem eerst ophalen. Een tas te goed te koop, een verrassingspakket heet het tegenwoordig. Ja, ik heb een verrassingspakket. Dus ze moeten het ook een verrassing laten. Ik wil niks zien. Niet eerder dan thuis. Ja, toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ik zeg tot later. Nou, jullie zien het al wel waar ik zit. Bij de FOMA. Ja, ik moet even wachten. Ik sta netjes naar de bloemen toe. Want er is niemand op. Want ik sta daar strak tegenaan. Ja, bijna strak. Om dus de klanten te beschermen die er niet op willen. En aan mijn handkant is aan jullie kant. Die is de kassa, maar ik moet wachten op mijn verrassingspakket. Dus ja, ze waren er nog niet mee klaar, dus het komt allemaal wel. Ik wacht gewoon, dan moet het dat uit, dus ja. We wachten gewoon af. Ja toch? Zo zeggen die de vrienden, we gaan gewoon lekker op ons gemakje door. Ik hoop dat het er al aankomt. En ze zeggen, tot thuis. Zo, lieve vrienden, ja. We waren even bij de FOMA binnen. Ik had geen boodschappen gedaan, want ik had niks nodig. Althans, ik had wel wat nodig, maar dat had ik besteld op een andere, via de app van de FOMA, om een tas te kopen, maar het heet geloof ik nou anders, een verrassingspakket. Nou, ik heb hem dan hier staan. En jullie weten wat we altijd doen. Ik zal hem even naar achteren schuiven, want dan kan ik er niet bij en mijn benen goed zetten. En even goed gaan zitten. Zo. En wat kom jij doen? Ben je nieuwsgierig? Ja? Moet je even aaien op je kop? Moeten jullie koekje eerst? Ik ga ze even een koekje geven. Dan zijn ze eventjes, hopelijk, langer lief. En niet zo aandachtvragig. Maar je koekjes dan daar, op de salontafel. Moet je die kant op? Moet je die kant op? Ja, die kant op. Ja, echt waar. Ja. Ja, cookie monsters. Cookie monsters. Ja, op de gang dan. Ja. En de bank ik in. Ja. Groentebank. Dan moet ik het nog breken ook voor jou, hè? Ja. Anders kom jij er niet aan. Zo, en dan jij ook nog één alsjeblieft. Kijk hier goed.
weet ik zelf wel. Nog even, moet ik het verrijkt daarvoor kouwen. Ja, ken je dat? Ik ga mijn ogen dus dicht doen, zoals jullie allicht hopelijk nog weten. En ik ga graaien. Nou, we gaan graaien. Ik voel wat duns, wat het is, Jules mag het weten. Misschien jullie wel, nu. Ik hoop het. Ik weet nog steeds van niks. Ik weet ook de prijs niet, ik weet niks. Nou ga ik kijken. Oh ja, maar dat lust ik wel. Rosbief, lekker! Normale prijs, €3,25. Ja? Het is dan wel afgeprijsd naar €2,18, maar die prijs moet je niet rekenen. Dat hadden we al eerder gezegd. Dus €3,35. Je moet de normale prijs nemen zoals ze eigenlijk normaal kosten, zonder de afprijs. Dus, roastbeef naturel, €3,35. Dus ja, daar ben ik sowieso blij mee. Mijn koffie moet even daar weg. Die zetten we hier maar even neer. Zo. Wegwezen. Is niet voor hondjes. Is voor fruitjes. Ja, niet voor hondjes. Doe mijn ogen weer dicht. Ik voel nou een doosje. Met plastic. Maar wat het is, Joost, mag het weer heten. Ik weet niet of jullie het zien. En wat het kost. Draai hem om. Ik heb nog steeds mijn ogen dicht. Nou, ik ga kijken. Hartige taart. Pie. Runderstoof met ui. Waar staat de prijs? Oh, lekker. Oei, 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 oei. Maar hoe moet je dat klaarmaken? En waar is de prijs? Daar staat ineens geen prijs op. Nou, ik zou zeggen, ga naar de winkel toe. En ga kijken wat dat kost. Want er staat echt werkelijk geen prijs op. Een hartige taart. Oh, oh, oh. Ja, maar hoe maak je er klaar? Oh, in een voorverwarmde oven. Alleen nog een oven of mag het ook niet zo? Pak de pie in een voorverwarmde oven. Samen met een Friese salade ook lekker als maaltijd. Ook hartig aanbevolen bij de borrel. Snijd de pie in punten en enjoy. Voor meer hartige taarten en inspiratie kijk op Huppeldeplup. Ja, nou. Dat kan ik ook zo wel eten, want daar heb ik meer dan zat aan om te eten. Mijn genade, daar hoef ik niks bij te hebben. Nou, dat is 2. Ik weet ik de prijs niet, dus ja. Ga maar kijken. Ja, en zit het desnoods onder deze vlog. We gaan de ogen weer sluiten. Ik voel weer een doosje. Oeh. Nou, jullie zien het al, denk ik wel. Oh, ik voel ook wat vallen. Nou ja, laat maar. Ik weet echt niet wat het is. Omdraaien. Ik heb nog steeds mijn ogen dicht. Nou, ik zal kijken. Eventjes. Ah, plantaardige kroketburger. Ja, dat lust ik weer wel. Het ene lust ik niet, het andere lust ik wel. Zolang er maar niet diertjes in zitten. Ik hoef geen rupsen of kevertjes of weet ik veel wat. 2 stuks, wel even opwarmen. Het is niet waar. Moet het even opgewarmd worden. Kroketburger. Er staat dus ook weer geen prijs op, hè? Daar baal ik van. Dus zoek het maar op bij jullie winkel. Er staat weer geen prijs bij, maar ik weet wel, het is meestal allemaal hartstikke duur. Ja. En nog een bakkie. La 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 papam. Ik weet niet wat het is. Ik voel ook niks. Ik weet echt niks. Ik weet de prijs niet. Ik weet echt niks.
misschien jullie wel als het er al op mocht staan. Ik ga kijken. Ook al 3,99. 4 euro. En 4 euro is al 8 euro. Dus de tas is er al uit met twee dingen. Met, nee, niet waar, dat is 3,35. Wie kan rekenen? 3 en 3 is 6. Ik maak hier 4 van, want dat is bijna 4 euro per cent. Nou, ze tellen toch 4 euro. 4 en 3. 4. 5, 6. 7 euro en 35 cent. En die tas is 5 euro. Dus met toch alsnog, met twee dingen, is er al uit. Ja, en dus, whoopie. Gaan we weer. Dat is, jeetje, dat is zwaar. Nou, aan jullie weer. La 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 la. La 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 la. Draai hem om. Oké. Dat is ook lekker. Ja, aardappelgolfjes. India-stijl. Oh, dan gaan we Indiaans praten. Dan worden we Indiaantjes. Er staat ook weer geen prijs op. Dat vind ik zo jammer. Een zak van 450 gram. Ja, dat werkt op die code, hè. Maar in ieder geval, het is wel weer lekker. Ik voel nog een zak. Nou, draai hem om. Nou, ik weet het niet. Ik ga kijken. Ah, roerbakgroenten. En daar staat weer wel een prijs op. Dat kost normaal 2,29. En wat hebben we erin zitten? Wit kool, prei en rode paprika. Maar het is afgeprijsd voor 1,49 en wat ik al had gezegd, dat moet je niet berekenen. Je moet er gewoon een normale prijs berekenen. Dus ja, hij is er weer dik en dikker uit, ja. Oh, ja. Dus, het is er gewoon dik eruit. Oh, ik zie nog wat. Oh, ik dacht dat hij leeg was. Maar de bodem is wel leeg, maar er staat nog wat. Oeh, en ik denk dat ik weet wat het is. Enkel al om te voelen. Omdat het een doos is. En dit is een platte doos, dus ik vermoed pizza. Ik ga kijken. Ja, dus. Ja, en die zijn duur, deze. 10 tot 20 minuten op 180 graden in de oven. En ik had er al eentje weg en er staat geen prijs op. Holse dikkie. Maar, kijk maar bij jullie winkel. Dus, kan het uit of kan het niet uit die 5 euro? Ik zeg het kan uit, want je krijgt het dubbel en dwars weer terug. Ja toch? Dit is meer dan 5 euro waard. Tja. Dit is meer dan 5 euro waard, lieve vrienden. Echt waar. Dus ja, dat dus. En nou gaan we een lekker bakje koffie drinken en ik ga het opruimen en dan ga ik inderdaad eten. Maar dat dus nog niet, nee. Ik had het andere in mijn hoofd en dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, eet smakelijk, bon appetit. Het is 6:30. Dus ja, het is mijn hoogste tijd om een hapje te gaan eten. Ik zou zeggen, nogmaals, smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later op de avond. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, daar zijn we weer eventjes. Ja, want ik moet nog weer een vraag beantwoorden. En ja, helaas heb ik niks meer van Cor. Dus Cor, lieve man. Lieve vriend, kom op met die vragen van jouw kant. Ja, ik heb ik er nog een aantal van. Mirjam. Ja, Mirjam Eleveld.
Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 vragen van. Ja, echt waar. Hoe zie jij de toekomst van Nederland? Mijn genade, dan vraag je me wat. Nou, zoals het nu toe gaat, zie ik het niet rooskleurig eruit. Dan zal er heel wat moeten veranderen. Dan zullen de Nederlanders, ze zijn wakker, laat ik het zo wel zeggen. Er zijn heel veel wakker. Er zijn enkele die nog slapen, je begrijpt me wel. Maar die moeten opstaan. En het is aan het volk. Het volk, die behoort eigenlijk, die mensen die in Den Haag de boel kapot maken, behoort het volk hun te arresteren. Hoe noemden we dat ook alweer? Ja, dat heeft een naam. Want wij mogen ook arresteren, hè, een arrestatie doen. Dus ja, ik weet eens wie er hier niet meer goed heet. Hou me ten goede. Maar in ieder geval, het volk moet dat doen. De burgers. Burgers behoren dat te doen. Dus wij zijn een burger, wij behoren dat te doen. Wij moeten ze arresteren. Burgerarrestatie. Daar zijn we. En zolang wij dat niet doen, ja, en het is niet aan de vrouw om dat te doen, nee, de heren. Die een beetje, je weet wel, gespierde balletjes, hier en daar. Sukse mannen, en die zijn er plenty, die moeten dat doen. En het hoeft niet op een rel uit te gaan of wat dan ook, nee. Hou het netjes en beleefd en zorg dat die lui op worden gepakt. Dan kan het nog veranderen. Maar voor de rest, ja, ik zou het dan, nu op dit moment zoals het nu toe gaat, zou ik het niet weten. Hoe het eruit komt te zien, hoe de toekomst wordt. Als je naar welk buitenland weet ik niet meer, maar ze zijn ergens bezig een 15 minuten stad te bouwen. Ja, mag je niet verder dan 15 minuten van je af je huis verwijderd zijn. Moet je boodschappen doen, terwijl die winkel een half uur verderop ligt. Ja, maar in ieder geval, zo zie ik de toekomst momenteel niet echt rooskleurig eruit. Nee, momenteel niet. Maar het kan komen, je weet niet. Wat je hebt, heb je. En ik laat mij niet de kaas van mijn brood afeten, laat me zeggen. Ik laat me niet de spullen afnemen waar ze wel mee bezig zijn. Maar dat laat ik niet gebeuren, nee. Maar in ieder geval. Lieve schat, ik hoop dat ik hier mijn antwoord mee heb gedaan. En dat je, dat het naar je zin is. Ja, want dan kan ik het ook wel bij jou vragen. Hoe zie jij het er, hè? Jongen, nog wat toe. Ik denk dat iedereen hetzelfde antwoord momenteel zal geven. Dat is de toekomst momenteel niet helder inzien, omdat het, dat de staat ermee bezig is, hè? Je weet wel wat. Ja, dus. Maar ik hoop dat ik het zo goed heb kunnen bewoorden, lieve schat. Dus nou heb ik nog van jou 4 vragen. Ja, dus ja, morgen weer eentje. En dan merken we het wel weer. Ik zie vanzelf je vragen wel weer verschijnen. En ik vind het superleuk dat je dat doet. Cor, jij moet ook eventjes harder je best doen. En anders ga je maar met Mirjam Eleveld om tafel zitten per Facebook Messenger. Ja, je weet me nooit. Ze zeggen, lieve schat, kusjes, love you. En je zit in mijn hart. En dat weet je heus wel. En komt allemaal goed, schat. Droom lekker fijn als je naar bed gaat. Misschien dat ik je straks nog spreek. Komt wel goed. In ieder geval, lieve schat, dank je wel voor je vragen. En ik hoop dat jij blij bent met mijn antwoorden. Ik zou zeggen, tot later. En lieve vrienden, ik ga gelijk ook met jullie weer verder. Ik sluit deze dag met jullie graag ook weer af. Ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het, God houdt over ons allen de wacht. En ik zeg gewoon tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.